Oh, we worden het niet eens. Ja, nee, hier word ik, weet het, weet ik van tevoren. Heb maar ik ja, het ik ga het wel zeggen, hier worden het niet eens. Maria Jacoba Gerarda. Nee, natuurlijk. It's disgusting. Ja, ik wil dat je mij ziet als een goede vriendin. Neger, roetmop, ik weet het allemaal niet. Je weet dat ik verliefd op je ben geweest, hè? Wine, please, en cheese, please, en cognac. Oh, kut, ik vergeet helemaal het fragment. Dames en heren, welkom bij Geen Stijls Nazomergasten, het programma waarvan we het format hebben gestolen van een prettig gesprek van Theo van Gogh. Hey, je hebt op de kunstacademie gezeten, losgeslagen natuurlijk. Ja, ik ga er verder niet op in. Oh, dat betekent heel erg losgeslagen. Nou, ik heb ook wel eens een poging gedaan om te kraken en het was ook wel een paar uur gelukt. Een paar uur? Jongen. Dit is wel de consequentie van een socialistische maatschappij, Sharon. Ben je aan die universiteit in Nijmegen, hè? Dat kan niet anders. Daar ben je natuurlijk links geworden. Nee, daar ben ik eigenlijk om een 12e geworden, denk ik. Op je 12e? Toen mijn vader ontslagen werd op de scheepswerf, waar hij al 38 jaar werkte. Heel en toen kwam ik thuis en toen zat hij daar in die stoel. En toen, ja, ik zag meteen dat hij, dat was echt iemand die de zak had gekregen. En toen heb je ene geloof geruild voor het andere. Vind je het toch vreemd dat ik daar een verband tussen zie? Dat je weggaat nadat je nip verloren hebt van Ron Meijer? Het bedrijfsleven, dat is de duivel van de SP. Dat weet je net zo goed als ik. Als dat zo zou zijn, ik heb het wel eens iemand horen zeggen op een partijbijeenkomst. Je hebt slechte werkgevers en hele slechte werkgevers, ja. Maar dat was er eentje. De bonden, die deugen ook helemaal niet. Bonden deugen toch eigenlijk nooit? Ja, maar jij bent natuurlijk voor de bonden, dat begrijp ik wel. Ik vind de bonden maffia, maar goed. Oh. Als het me niet bevalt, ga ik gewoon op een ander onderwerp over. Kijk, ik ben ook voor een uitzetbeleid wat je handhaaft. Soms zeg ik, nou, dit is een dusdanig kritische zaak. Dan vraag ik vaak achter de schermen, niet daarvoor. Maar meestal doe je dat achter de schermen. Vraag je aan de staatssecretaris of je een uitzondering wil maken. Gebeurt dat vaak trouwens, dat je zin krijgt? Voor de discretionele, we weten het ook alweer, bevoegdheid? Af en toe. Ik heb een aantal zaken voorbij zien komen de afgelopen jaar, waarvan ik denk, nou, dat is goed dat de staatssecretaris hier een uitzondering voor heeft willen maken. Tuurlijk. Ja. Maar we halen ongelooflijk veel problemen hier naar binnen. Ik wil niet hier een PVV-praatje gaan houden. Hoewel, ja, waarom eigenlijk niet? Ik zit nu uit mezelf ook al het woord... Kijk, het is voor niemand leuk, weet je. Islam een beetje te vermijden, maar we halen dat ook naar binnen. We halen allemaal mensen binnen op zichzelf. Ook ik denk dat er mensen zijn die makkelijk en die minder makkelijk integreren. En ja, laten we wel wezen. Als je uit een land bent waar bijvoorbeeld een groot deel van de bevolking niet is gealfabetiseerd, waar vrouwenrechten ernstig onder druk staan, waar je wel vlucht voor je eigen hachje, maar waar tegelijkertijd homorechten niet bestaan. Homo's bestaan niet. Dus de islamlanden. Jij denkt van, nou, dat gaat allemaal lekker gladjes zo, want het is nou helemaal een socialist aan tafel. Ik vind ook dat binnen het socialisme, als ik het zo voorzichtig mag zeggen, vrouwenemancipatie een iets te beperkte rol speelt. Last van seksisme. Ja. Wat is dat in godsnaam? Ja, nou ja, dat je toch op de een of andere manier een beetje als mevrouwtje wordt. Hè? Dat is een mooi woord ook. Ik ben gemevrouwtjed. Ik ben totaal gefeminiseerd, kan ik je vertellen. Hoe heet hij ook weer, die Antoine Baudard? Dat was een hele vervelende discussie met die man gehad. Hij kwam een keer op de kunstacademie en toen vroeg ik hem, ja, waarom zit je hier eigenlijk nog het woord te verdedigen als dat woord zegt dat vrouwen geen priester kunnen worden? Toen zei hij echt letterlijk, oh, daar gaan we weer. Ja. Zo vermoeiend. Ja, maar dat begrijp ik weer wel. Dat is toch volkomen achterhaald, man. Achterlijke ideologie. De commissie Deetman die heeft onderzocht wat misbruik in de katholieke kerk. Maar er kon geen jongen van 3 voorbij lopen of de priester zat er alweer met zijn vinger aan. Heb jij bij die commissie Deetman daar nog iets mee te maken gehad? Zeker, in de Tweede Kamer? Daar ben ik woordvoerder op. Ja, en het speelt nog steeds, want de bastards hebben besloten om het niet bij het Nationaal Archief op te slaan, maar bij het Archief voor Nederlands Kloosterleven, wat echt komen idioot is. Belachelijk. Nou is het schandelijker, zeg jij, dat die commissie Deetman, die hebben heel veel archiefmateriaal verzameld. En de slachtoffers zijn akkoord gegaan met het uitbesteden van die opdracht aan Deetman, want er waren natuurlijk twijfels. Deetman is CDA, is weliswaar protestant, maar er waren toch twijfels. Ja. Moet Deetman dit wel doen? Ja. Politiek aangehaucht. Ja. Moet Deetman dat wel doen? Die slachtoffers zijn onder andere akkoord gegaan met hem als leider van die onderzoekscommissie, met deze vorm van onderzoek, omdat er is beloofd en er is ook voor getekend. Uiteindelijk is dat archief, komt
wordt op zo'n manier bewaard dat wetenschappelijk onderzoek mogelijk altijd is. Altijd mogelijk is, precies. Precies, het is een wetenschappelijk exact. Onderzoek. En nu wordt dat gewoon... Ik geloof dat er een paar honderd mensen in Nederland echt te gek en te gevaarlijk zijn om los te laten lopen. Maar verder streven natuurlijk zo'n beetje alle mensen het goede na in hun leven. Alles is tegenwoordig maar van goede mensen. Ik vind dit weer een vorm van pietisme. Hè? Dat we denken van nou ja, doodschap... Maar jij weet nog helemaal niet welke reden ik daarvoor heb. Om principieel tegen de doodstraf te zijn. Ja. Ja, nou, die ga ik wel vragen. Ik ben nog niet klaar. Ja. Wat zijn die principiële redenen dan die je tegen de doodstraf hebt? Dat is een goede vraag, Theodor. Ja. Ik dacht dat je er nooit op zou komen. Er is geen Kamerlid dat niet lekt. Dan weet je meer dan ik. Ja, ik denk dat er best wel wat Kamerleden zijn die sowieso schrikbarend weinig met journalisten praten. Soms zie je wel dat er gewoon 1-2'tjes zijn tussen ministeries en bepaalde kranten bijvoorbeeld. Dit was Dominique Weesie. Die afgedroogd wordt door Jeroen Pauw. Nou, ik vind ja, dat zeker. Hij wordt afgedroogd. Ik vind het heerlijk om te zien. Ja? Ja. Ik vind dat echt een mooi stukje journalistiek. Ik vind dat Dominique wel een punt heeft. Ja, dat kan, maar hij wordt toch afgedroogd. Even zeggen trouwens dat Pound niets te maken heeft met geen stijl, hè? Helemaal niets. Pound heeft niets te maken met geen stijl. Nou ja. Hij zit hier. Het zal wel. Je hoort als politicus hoor je veel de wind van voren te krijgen. Maar je hebt het ook goed gedaan als er vaak mensen zijn die zeggen... dankjewel en we gaan je missen en dankjewel voor je inzet. Dat daarom ben ook. Ik lid geworden en van de En ministers SP. Moeten helemaal veel verdienen. We staan lijnrecht tegenover elkaar. We staan lijnrecht tegenover elkaar. Heel goed, dat is weer duidelijk. Ja, nou ja, goed. Ik vond het hartstikke leuk. Echt waar, ik vond het fijn om met je te praten. Vroeger kuste ik vrouwen, maar dat ben ik ook alweer... Je hebt een trouwring om. Dus te oud voor. Ik heb weer een trouwring om. Dat is zelfbescherming. Anders wordt het echt te druk. Dat kan ik echt niet permitteren. Ik ben wat dat betreft nog te jong en te mooi. Dus ik moet het een beetje van me afhouden. Volgende week weer. Want dan hebben we namelijk de gast. Ik kijk even naar mijn redacteur, als ik hem zo mag noemen, Bart. De Amerikaanse verkiezingen. Dan moet u zeker kijken. Dat is met Bertine Moenaf en Victor Vlam. Stond je daar al lang naar mij te kijken? Heb je alles gezien? Een biertje voor Theodor.